Ik had de hoop al bijna opgegeven dat ik ooit een keer Map van de Dag zou worden. Maar toen bedacht ik me één keer iets. Brawl Stars is minder populair aan het worden. Minder mensen spelen het momenteel. Dat is alleen maar grotere kans dat ik Map van de Dag kan gaan worden. Dus stem allemaal op mijn map. We gaan namelijk deze map indienen. Gamebouws YouTube. En als jullie je map hebben en je wil hem ook indienen, gebruik Bouws in de naam en dan stemmen we elkaars map naar de top. Dus als je de map indient, doe Bouws in de naam. En als je dan een Bouws map ziet, stem omhoog. En zorgen we dat er een keer een Bouws map in de, zeg maar, map van de dag komt. Als het mijn map dan niet is, laat het dan iemand anders map zijn. En ik kwam er trouwens achter dat ik een... Hier, deze map. Dat ik die nog niet eens had ingediend. Ik had een keer zo'n wereldmapkaart gemaakt. Die had ik nog niet eens ingediend. Dus die heb ik nu ingediend. Dus die kan je ook nog tegenkomen. Dus World Map Bouws, die kan je ook eventueel opstemmen. Als je die natuurlijk tegenkomt. Die is nu ingediend. Maar ja, ik ga natuurlijk ook die andere map indienen die ik nu net heb gemaakt. Maar die moet eerst al goedgekeurd worden. Dus ik ga met wat clubgenoten ga ik zo meteen spelen. Die heet Gamebouws YouTube. We gaan gewoon lekker spelen. En daarna ga ik ook nog gewoon solo maps testen. Gewoon even kijken wat het niveau is op dit moment van de solo maps. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar als jullie zin hebben in deze video, doe dan duimpje omhoog. 2000 likes zou ziek nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je iets kopen in Brawl Stars, gebruik natuurlijk die code Bouws. Wordt gewaardeerd. En check Bouws.nl voor je Bouws Army kleding. Maar ik ga even clubgenoten uitnodigen. Dan kan ik samen met hun deze map even gaan testen. Dit is dus de map die ik heb gemaakt. Gewoon veel boosten, snel spelen. Ik vond hem erg leuk. Dus ik hoop dat dit hem dan gaat worden. Ik hoop het echt. Ik ga niet storen uitzetten en dan kunnen we beginnen. Trouwens, wat deze map super ziek maakt, is dat ik in het midden ook alle kisten neer heb gezet. Dus het is eigenlijk gewoon vanaf begin af aan een race naar het midden. En iedereen spouwt gewoon aan de zijkant. Oeh, gouden help, prima, hoppee! Oh, we hebben echt veel, we hebben echt veel. Oké, ik denk dat ik wel wat kan pakken. Ja, inderdaad. Nu moet ik trouwens wel even een beetje uitkijken. Oké, ik kan nog wat pakken. Oh, ik ben echt super sterk. Oké, nu moet ik trouwens oppassen. Oké, even uitkijken. Misschien dat ik hier die kill kan pakken. Ik ga hier eventjes weg. Doei. Nee. Wegwezen, wegwezen. Oké, ik snap een kill, kill. Nee. Oh, shit. Ik ga even die teleport pakken. Doei. Dat ik dit heb overleefd, jongen. Oh, dat is echt niet normaal. Hier. Hoppatee. Boom. Ik vind het echt een hele leuke map. Laat me weten in de comments wat jullie ervan vinden. En ik heb mijn super. Dus die kan ik eventueel inzetten om weg te komen. Ja, ik heb dus ook dat je snelle super krijgt. Dat krijg je dus ook. Maar dit was wat minder. Oh, Code Bouws. Ik heb Code Bouws gekild. Sorry, Code Bouws. Ik vind je naam nog steeds een baas. Ja, ik vind het nog steeds nice. Oké, er is ook nog een robot. En ik heb ook nog energiedrankjes. Dus dat hebben we ook nog. Met andere woorden, dit is echt compleet gekkenhuis. Dit is echt compleet gekkenhuis. Boom! Oh no! Nu moet ik even uitkijken. Ik vind het echt een hele leuke map. Laat even weten in de comments wat jullie ervan vinden. Ik had echt mijn best gedaan voor deze map. Ik dacht, nu moet ik een map maken die hem gaat worden ook. Weet je, niet meer zo'n map wat het net niet is. Nu, dit gaat hem worden. Oké, er zijn best wel wat gills. Ik heb mijn super weer, dus dat is nice. Ah, ik krijg de hele tijd damage tegen. Hier. Boom. Nee, 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 nee. Oh, shit. Ah, ik ben vierde geworden. Wel een leuke map. Op de een of andere manier werkt Gil best wel goed. Ash doet het ook wel goed, maar het is nu Gil tegen Ash. Ik ben benieuwd wie gaat winnen. En in het midden heb je dus nu momenteel niks, omdat daar die kistjes lagen. Maar je hebt ook nog een robot die ook nog rondrent. Ik ben benieuwd wie gaat winnen. Ik zet mijn geld in nu op Ash, maar Gil doet dit heel slim met die tornado. Nou, ik denk trouwens nu dat Gil gaat winnen. Dat denk ik. En wat gaat hij doen? Oh, hij heeft hem bijna. Hij heeft hem bijna. En ja, inderdaad, hij heeft hem. Ziek gespeeld door die kill. Maar we doen nog één potje. En dan doen we met nieuwe mensen. Oké, ik ga nu de allersnelste knokker zijn die er is. Je hebt Bibi natuurlijk. En als je dan de sterkracht hebt dat je nog sneller loopt, dan loop je nog sneller. En ik heb dan ook speed. En dan ook nog van die groene tricks waardoor je ook nog sneller loopt. Sneller dan dit kan niet. Eens kijken hoe snel je dan gaat lopen. Dat is op zich wel leuk. Het snelst mogende rendende knokker in Brawl Stars. Hoi, hier gaan we dan. Eén ding is zeker, ik moet nu bijna als eerste in het midden gaan komen. Alleen is zeg maar waar Rick staat, dat is de snelste. Njoon, njoon, njoon. Jongen, zieke speed. Oké, ik heb nu niet de snelste route genomen. Dat is weer een beetje jammer. Maar we kunnen misschien nu wat gaan pakken. Hier jongen, ik word super sterk. Ik moet nu trouwens even uitkijken. Oh, nu moet ik wegwezen. Nu moet ik wegwezen. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Oké, ik kan hier nu langs.
Hoezo leef ik nog steeds? Echt, op de een of andere manier kon ik dat best wel overleven. Ik ben het een zieke map. Als dit het niet gaat worden, dan weet ik het ook niet meer. Het heeft alles. Je hebt een paar healing pads, je hebt teleport, je hebt vet voor kist in het midden, je hebt robots, je hebt gewoon alles. En alles is wel redelijk verdeeld. Ik heb zeg maar gewoon onder en boven 5 zeg maar startplekken. Ik vind het gewoon een zieke map. En als het goed is, kan ik hem nu indienen. Pas van game. Ja. Ik kan hem nu gaan indienen. Dus we gaan hem nu publiceren. Hoi, hij is gepubliceerd. Stem allemaal op mijn map. Wordt gewaardeerd als je dat doet. Iedereen bedankt voor het meedoen die mee heeft gedaan. Ik ga trouwens nog wel even kijken wie gaat winnen. En dan zometeen gaan we dus wat andere maps, gewoon random maps, gaan we zelf even spelen. Er wordt ondertussen hard gevochten. Hier heb je nu een Spike en een El Primo. Ik ben benieuwd wie gaat winnen. Ja, El Primo moest wel winnen. Toch deed die Spike best wel wat damage. Hier heb je trouwens 2 energiedrankjes. Hieronder zijn ze ook aan het vechten. Die Gil en die Buzz. En die El Primo heeft nu 10 krachtpunten. En hij heeft zo'n energiedrankje. Oh, die is echt ontiegelijk sterk. Die kan echt nu niet. Je kan hem echt nu niet verslaan. Toch blijft Vince gewoon levend. Dat is wel lijp. Ja, El Primo moet dit eigenlijk winnen. Het zou echt heel bizar zijn als dat niet gebeurt. Maar ik vind het wel echt leuke potjes. Je hebt ook nog een soort van escape mogelijkheid. Alleen werkt dat nu helaas niet. Wat gaat die Buzz doen? Die Buzz die moet eigenlijk zijn super hebben. Dan maakt hij een hele kleine kans. Maar nee, helaas. Inderdaad, El Primo heeft gewonnen. Goed gedaan. GG's. Mijn map is ingediend. Ik ga nu nog even wat gewone maps testen. Dan ga ik nu even iedereen kapot maken met mijn gouden moortes. Gouden moortes OP. Alleen is dit dan nog niet een hele leuke map. Kijk, als je mijn map vergelijkt met dit soort maps, dan is mijn het toch wel net wat beter. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon meteen het duel aan met die Tara. Dat is op zich wel leuk. En dan ga ik gewoon, ja, alles of niets meteen. En kan ik, oh, had ik nou de verkeerde gadget? Ik dacht dat ik een gadget had dat ik zo rondsloog. Oké, die heb ik dus blijkbaar niet. Maakt ook niet veel uit, want het was toch geen leuke map. Oh, die had ik wel. Ik kon hem dus net niet activeren. Oké, let's go. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dit is wel... Dit is gewoon een poppetje. En je bent hier ook een smiley. Je bent een smiley met hoe je begint. Oké, hoe gaan we dit doen? Ondertussen wordt daar al volop gevochten. En hier even uitkijken. Maar jouw Primo, als hij blijft hitten. Ja, dat doet hij. Krijgt geen levens erbij. Dan kan ik hem sowieso zo meteen pakken. Dit zijn allemaal smileys. Dit is echt niet normaal. Hoppatee. Is hij. En je krijgt ook snel een super. Dus dat is ook heel chill. Oké, we gaan nu even iedereen kapot maken. Hoppa, nice. We zitten midden in de smiley. En ik ben nu nog geboost. Oh, hier aan de andere kant zitten ze. Ik ga even hierheen. En dan probeer ik dat energiedrankje te pakken. Ja, dat gaat lukken. En dan gaan we die Brock pakken. Hoe komt die Brock? Oh, die is daar overheen gesprongen. No, kan ik die killen met mijn super? Nee! Dit is echt shit. Hoe moet ik die Brock nu killen? Dit is echt heel erg shit. Die moet ze zelf eroverheen lanceren, want anders kan ik nooit winnen. Nou, ondertussen zijn we iets verder. Die Brock die moet nu eroverheen springen, want die gaat sowieso eerder dood. Ja, inderdaad. Ja, hij gaat er nu overheen. Dat was al te laat. Brock, dat had je veel eerder kunnen doen. Maar we hebben gewonnen. Moortjes OP. Is ook goed voor mijn opdrachten. Maar de map zelf vond ik niet heel leuk. We moeten even een map hebben die echt waarvan je denkt, nice. En dit is wel een map waarvan ik denk, nice. Dit is een race volgens mij. Dus dan is het op zich wel nice dat ik Moortjes ben. Dus ik ga nu even met Moortjes even een race doen. Oké, hier gaan we even hierheen. Die teleport moeten we nemen. En wegwezen. Want ik heb geen zin om dood te gaan. Ik wil gewoon even de race voltooien. We gaan even de race voltooien. Haha. Zico B, dit is echt een lijpe race, jongen. Oké, dit zijn ook leuke maps. Alleen met zo'n ding word je eigenlijk nooit map van de dag. Oké, we moeten even hier langs. Nee, Edgar, laat me leven. Laat me alsjeblieft leven. Ik wil gewoon de race voltooien. Ik wil gewoon de race voltooien. Laat me leven, laat me leven, laat me leven. Oké, ah, stomme Edgar. Ik wil gewoon die race voltooien. Ah, dit is zo irritant. Ik zat lekker die race te doen. Kom je zo Edgar tegen die je dan weer verstoort. Ik vond het wel leuk. De race was nice. Je hebt tegenwoordig best wel vaak als solo showdown maps van de dag doet van dit soort races. En dan vaak wordt het wel gegund. Maar ja, niet altijd dus. Maar ik laat vanaf nu even de hoogtepunten zien. Als we leuke maps vinden, dan zien jullie dat weer. Oh, dit ziet er nice uit. We gaan even die jump nemen. We gaan gewoon even naar het midden. En dan wordt hij meteen volop gevochten. Kan ik mijn super krijgen? Ja, dat kan ik. Oké, nu moet ik trouwens uitkijken. Ja, ik wou net zeggen. Zo'n Shelly met super, daar kan je helemaal niks tegen. Op zich vond ik deze map qua design echt nice. Kijk, het design doet al veel hoe de map, hoe het speelt, zeg maar.
Als het er niet leuk uitziet, dan is het maar vaak ook wel wat minder. Oké, ik ga nu kijken of ik nu kan winnen. Als ik een hit doe zo meteen, kan ik meteen mijn super krijgen. En dan kan ik misschien meteen winnen. Oké, super. Ah, dit is echt chaos. Dit is echt complete chaos. Yay, we hebben weer een race. Let's go. Oké, ik ga kijken of ik deze race nu wel kan voltooien. Rennen. En als jullie nou elkaar daar uitmoorden, dan vind ik het helemaal prima. Ja, dit is mooi. Nice, dan kan ik in mijn eentje de race voltooien. Dat is wel erg leuk. En dan hoop ik dat er aan het eind allemaal kistjes liggen. Oké, hier kunnen we ook langs. Is mooi. Ja, jongen, ik ga dik winnen. Oh, nee, as. Ze hebben vals gespeeld. Dat is helemaal niet eerlijk hoe ze dit hebben gedaan. Anders had ik sowieso gewonnen. Oké, die telepoint. Ja, kijk. Ik heb gewonnen. Die Shelly. Je hebt vals gespeeld. Eigenlijk hoor ik daar. Ik vind gewoon dat ik heb gewonnen. Nu ga ik even suicide op die Shelly, want ik ga sowieso dood. Ja. Oké, toch nog een race die ik heb kunnen voltooien. Maar die vorige race zag er veel beter uit. Dat is het nadeel. Wow, yo, dit is zo'n mega Pikachu. Die ziet er wel nice uit. Oké, dit wordt de laatste ronde. Ik ga nu mijn laatste potje doen. Dan hoop ik dat ik in de Pikachu map nog kan winnen. Ziet er altijd wel vet uit van boven. Nee, sorry Ems, ik wil niet teamen. Helaas, pindakaas. Nu is Bibi boos. Hij moet huilen. Kom dan, Bibi, jongen. Ik maak je helemaal kapot. Kijk, dit moet mijn ronde worden. Oh, shit. Oké, die Shelly die is nu boos. Oké, dit is wel een beetje gevaarlijk. Er loopt dus nu een Shelly rond met super. Ja, en als ik die tegenkom, dan ben ik sowieso dood. Oké, wel wat leuke maps tegenkomen. Deze krijgt wel een plusje voor mij. Pikachu, altijd plus 1. Nee, hopelijk kan ik dus binnenkort een keer map van de dag worden. Stem op alle boss maps. En misschien dat we het dan toch een keertje voor elkaar kunnen krijgen. Zou leuk zijn. We gaan erachter komen. Maar hey, dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!